Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakerfire. Dit is een beetje een praatvideo. Dus zet je video aan de kant. En doe andere dingen. Terwijl je gewoon naar mij luistert. Dat is allemaal mogelijk. Uh, dit is gewoon praten. En ik wil het gewoon even over hebben over de nieuwe RTX 3080. Wat vind ik ervan? En. Wat ik nu allemaal zie gebeuren op de videokaartenmarkt. Want dingen veranderen enorm. Zoals jullie allemaal weten, de RTX 3080 is uiteindelijk gelanceerd. En wat voor lancering was het ook. Je moet echt geluk hebben gehad. Mocht je eentje kunnen bemachtigen. Ik heb ik zelf wou op zich ook eentje halen meteen in het begin, maar toen begon ik opeens te twijfelen. En toen uiteindelijk dacht ik van, weet je, ik kijk toch even wat reviews. Welke cooler nou het beste doet en welke nou allemaal een beetje het beste presteert en stilste. En toen uiteindelijk was ik al te laat om de videokaarten te halen. En ja, sad life. <laughs> ik vond het wel mooi trouwens, want ik heb nog kunnen ervaren dat ik in MiGecko en Alternate nog zag staan van oh, het is de volgende dag geleverd, zeg maar. dacht van, oh, dat is wel sick. Maar ik twijfelde te veel. Ik, ik weet je, het is toch weer een beste aankoop. 720 euro is toch een best bedrag. Dus die wil je op zich wel een beetje geïnformeerd raken over hoe alles nou daadwerkelijk werkt. En uh, ja, dus uiteindelijk heb ik dus gemist en heb ik nu dus een prior geplaatst bij Alternate om alsnog een 3080 te krijgen. Alleen uh, het kan even wat duren en ik zeg tegen iedereen, koop niet online op marktplaatsen of week voor wat waar. Gewoon voor gigantisch hoge prijzen van die videokaarten. Want het is het gewoon niet waard. Um, ik zie ze zelfs op eBay voor 2250 dollar verkopen. En denk ik van, dude, als je gewoon even wacht een paar maanden, who cares? Kun je gewoon een 3090 voor geld halen? Maar nee, mensen, een beetje, mensen kopen het voor een absurd bedrag. Ik snap niet waarom, maar ze doen het. En ik roep naar iedereen op, gewoon niet dat te doen. Wacht gewoon even. Het kan even duren, want Migeko heeft wel een statement... of tenminste iets gezegd op uh, een forum... hoe lang het misschien kan duren. En ik ga jullie eventjes het verhaaltje even voorlezen. Oké, okay, dus dit is wat... Bingeko zei op de forum en wat we op zich wel kunnen verwachten voor de nieuwe videokaarten. Oké, okay. we zijn vanaf drie uur oversteld door orders en vragen over de nieuwe Nvidia RTX 3080 videokaarten. Onze website kon het enorme aantal bezoekers die gelijktijdig aan het zoeken waren niet langer verwerken. Onze excuses hiervoor. Desondanks zijn er toch ongeveer 800 klanten ingeslaagd tussen drie en half vier een RTX 3080 videokaart te bestellen. Een gedeelte hiervan kunnen wij uitleveren, maar lang niet allemaal. Nvidia heeft aangegeven dat het niet waarschijnlijk is dat alle bestellingen binnen enkele maanden worden uitgeleverd. En dan moet je echt nadruk hebben op niet. Ja. Zelf had ik een verwachting, dus van: Oh, ik krijg misschien wat nieuwe videokaart uiteindelijk als ik hem pre-order. Want ik heb hem nu gepre-order bij Alternate. Dat ik hem waarschijnlijk kan verwachten in de komende 1 of 2 weken. Maar als ik Migeco zo hoor, kan het maanden duren. En dat vind ik toch best wel een tijdje. Uh, Big Nive komt natuurlijk 28 oktober. En als. Nvidia dan niet kan leveren uiteindelijk nog steeds... gaan denk ik heel veel mensen misschien hun order afhaken... om uiteindelijk misschien een AMD-videokaart te halen. Mocht die echt daadwerkelijk goed wezen. Dus daarmee moet Nvidia eigenlijk zo snel mogelijk... wel videokaarten produceren. Want anders kunnen ze misschien wel gewoon klanten potentieel kwijtraken. Wil ze natuurlijk niet. Um, dus ja, weet je, ik zelf blijf gewoon lekker trouw wachten. Um, en... Eigenlijk als AMD met super goede videokaart opeens komen, weet je, dan, dan cancel ik gewoon mijn pre-order en ga ik daar gewoon voor. Alhoewel, misschien is hun stok ook wel belabberd. En het daalt weer twee maanden voor hun om weer wat te geven. Ik weet niet. Het is allemaal een beetje een schaarste iets hier in de markt. Uh, kijk ook maar naar de Playstation 5 en de Xbox. Zoveel vraag naar wat ze nog op dit moment niet kunnen leveren. En we moeten dus echt afwachten wat de komende maanden ons dus zal brengen. Maar ik vind het mooi. Mensen die allemaal in paniek. Een videokaart is verkopen op marktplaats. Of eBay. Kunnen dus nu extra maanden wachten zonder te kunnen gamen. <laughs> dus weet je, voortaan Een wijze les voor mensen die dat gedaan hebben. Uh, misschien heb je wel een backup videokaart waar je gewoon op verder gaat. Helemaal prima. Maar wacht gewoon totdat je daadwerkelijk de videokaart hebt. Want anders moet je misschien wel wachten. Zoals je nu ziet met de RTX 3080 kaarten. En er zijn mensen, er zijn mensen die die dingen nog weten te verkopen voor 2200 euro of dollar. En ik denk van, welke gek doet dat? Welke gek doet dat? Maar goed, het, het zijn een beetje gekke tijden nu met de videokaarten en uh, hoe alles een beetje loopt. Uh, Nvidia die wou dus alle bots en alle scalpers dus een beetje proberen uit te filteren. En scalpers die zijn dus de mensen die de videokaart gewoon kopen. En niet de intentie hebben om daadwerkelijk de videokaart zeg maar, te gebruiken voor gamen. Die het gewoon opkopen en gewoon meteen weer doorverkopen voor meer. En Nvidia wil dus een beetje uitfilteren wie die personen zijn en ze gewoon zeg maar, niet die videokaart gunnen. Alhoewel het natuurlijk een hartstikke moeilijke taak is... Uh, Vind ik wel tof dat Nvidia zo een beetje probeert mee te denken aan de community. Om iedereen gewoon een eerlijke kans te geven om een videokaart te bemachtigen. Weet je, dat was even mijn zegje voor vandaag. Uh, bedankt voor het kijken. Abonneer natuurlijk als je meer wilt zien op mijn kanaal. Ik denk dat ik misschien wel vaak van dit soort nieuwtjes doe. Vind ik op zich wel geinig om te doen. En uh, ik uh, wacht maar af op mijn 3080. <laughs> Tot later. <laughs>